from the Netherlands, the winner of over 140 PDC titles worldwide, the winner of 6 Premier League titles, ladies and gentlemen, a 2-time World Match Play champion, and a 3-time champion! Nee, je zal zo'n Tyrannosaurus Rex voor je neus hebben staan, zeg. Daar word je blij van. Kijk hem daar nou staan. Ja, je hebt vermommingen en je hebt vermommingen. Ja, precies. Ik was bij het darten. Heb je me gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Goed. Een geheel Nederlands sprekende halve finale in Blackpool op de World Matchplay. Remo gaf het al aan. 11 wedstrijden, 9 gewonnen door Vergeerwe. Eentje door Van den Berg en eentje eindigde gelijk. De laatste ontmoeting was de finale van de European Darts Open in Leverkusen. Die won Vergeerwe met 8-5. Dat was in mei. Op de majors hebben ze alleen 2 wedstrijden Premier League tegen elkaar gespeeld vorig jaar. Ik denk eentje gelijk. Eentje gelijk, inderdaad. En die andere, wat denk je? Ik denk Vergeerwe gewonnen. Ja, klopt. Want ik weet dat Dimitri in Gelsenkirchen voor 20.000 man gewonnen heeft. Dus dat is die enige overwinning. Verder rest weet ik niks, maar dat weet ik nog wel. German Darts Masters 2018. Game on. Maar laten we wel zijn, al die cijfers hebben toch eigenlijk weinig te maken met deze wedstrijd. Met een Dimitri van den Berg anno 2022. Ja goed, je kunt in ieder geval zeggen dat dit het beste podium is voor Dimitri van den Berg. Want hier heeft hij een hoger winstpercentage dan wie dan ook. Inmiddels is hij boven Taylor uitgekomen. Ja, inmiddels is hij boven Taylor. Maar dan moet hij deze wel winnen, want anders gaat hij weer onderzakken. 12 overwinningen en maar 1 nederlaag in de finale van vorig jaar tegen Peter Wright. Daarbij heeft Dimitri van den Berg inmiddels zijn laatste, ik ga het tellen, 13 wedstrijden op tv gewonnen. Hij staat nog onder Taylor. Ja. Hij heeft 12 van de 13 gewonnen, dat is niet genoeg. Hij staat nog 0,2% onder Taylor. Als hij hem wint, dan gaat hij Taylor voorbij qua percentage. Meestal is beginnen met deze leg te winnen. Maar dat er geen geld meer staat op een 9 darten, dat klopt wel. Wat denk jij? Nou, voor 0,2% vergeef ik het je. 14. 2 missers voor Van den Berg. Ook alvast maar even eentje van Vergeerwe. Ja, die gooit er relatief veel deze World Matchplay. Zoals Vergeerwe er dit jaar sowieso meer gooit dan we de laatste jaren van hem gewend waren. Heel veel gezien dat hij met zijn laatste pijl nog naar de 19 ging. Of sowieso heel snel naar de 19 ging. Voor mijn gevoel heeft hij dat minder de laatste tijd. Blijft hij meer bij de 20. Nou, wat Dimitri van den Berg beter doet dan wie dan ook dit toernooi is finish kansen pakken.
als hij pijlen op een dubbel krijgt, dan is hij in meer dan driekwart van de gevallen ook uit. Dat is echt een steensterk percentage. En hij is daarbij ook nog heel veelzijdig, want hij gaat bijna voor alle dubbels. Hij is niet zo gefocust op alleen maar dubbel 20 zoals Price en Noppert dat bijvoorbeeld waren in die vorige wedstrijd. Je ziet bij Van den Berg, die gaat naar dubbel 18 toe, die gaat naar dubbel 16 toe, naar tops toe. Er zit veel meer spreiding in zijn finishes. De versnelling zojuist bij Van Gerwen met twee triples. 64. Maar dan toch twee keer een afzwaaier weer. Likely to go 114. Dat is een slordige laatste van Gerwen. Van harte gaat het niet in de laatste twee beurten, maar hij heeft 43 over en hij gaat er ook voor gooien. En ook hij faalt niet. Nou, maar het finishbeurtpercentage van den Berg is op 76%, staat hij gaf het al aan. Stap van Gerwen op 67%. Zit daar niet zo heel ver achter. 68% inmiddels na die vorige beurt. Over het hele toernooi. Ja, deze kan ook alvast in de agenda. 15 december tot en met 3 januari. Alexandra Palace uiteraard. Het WK 2023 zet alvast die 15 december in de agenda. En 3 januari de finale natuurlijk. Ja, ik zou ook die data waarop de kaartjes te verkrijgen zijn even in de agenda zetten. Ja, 4 augustus begint de verkoop voor iedereen. Als je nog voor die tijd, zeg ik er meteen even bij, lid wordt van de PDC, dan krijg je 3 dagen eerder de mogelijkheid om kaartjes te kopen. Dan is de kans dat je kaartjes hebt natuurlijk ook nog wat groter, maar dat terzijde. ...116 voor Van den Berg, met Van Gerwen op 134. Gaat naar tops. En ook hij benut weer zijn finishbeurt. Wat is daar? Heb je daar verder nog iets aan? Lid worden van de PDC? Is dat, ja, dan kun je ook alle vloertoernooien bijvoorbeeld volgen. Dan heb je ook toegang tot de stream daarvan. Dan krijg je voor alle grote televisietoernooien ook een paar dagen eerder de kans om kaartjes te kopen. Dus dan ben je verzekerd in principe van kaarten. Het is even wel degelijk voordelen. Kost het? Goeie vraag. Ik zeg even £50, maar per jaar. Maar pin me daar niet op vast. Dat kan ook inmiddels weer wat omhoog gegaan zijn in prijs. 57. Van Gerwen trekt de stand gelijk. In het klassement der vakkenvullers. En hij heeft na 9 pijlen finish over. De tweede schiet wel ver weg bij die eerste vandaan. Maar ruimte genoeg. Van den Berg bewaart voorlopig zijn beste spel voor zijn eigen legs. Dat is echt een heel groot verschil. Oh,
Dubbel 9. Ja, daar. Maar hij zit net mis, Vergerven. Ja, en dit is een echte kans voor Van den Berg. Die dubbel 7 moet trouwens wel uit zijn handen geschoten zijn, denk ik. Dit is Van den Berg voor dubbel 8. Ja, en hier is hij dus zo gevaarlijk op, hè? Hij straft alle fouten af. Ja, ik zou die dubbel 7, die op dubbel 16 gemikt was, nog wel eens in de herhaling willen zien. Voor mijn gevoel schoot hij uit zijn vingers. Waarbij ik me overigens ook wel weer kan voorstellen dat het lastig is om dan heel snel met de camera's bij de dubbel 9 te zijn. Ja, dat is echt lastig in dit geval. Heeft ook met het systeem te maken waarmee ze hier werken, maar... 38. Nou, dan heeft Van Gerwen de kans om even flink over Van den Berg heen te gaan. Dan doet hij het niet. Ja, maar is de triple 19 teisteren. Ja, er zit niet heel veel tussen deze twee voorlopig. Nee, er zitten twee pijlen gemist op dubbel 16 en dubbel 9 tussen. Dat ja. Het stapje van Van den Berg is zo goed wat hij daar maakt. Want daarmee vergroot hij het raakoppervlak van zijn tweede pijl. Van Gerwen, 142 via dubbel 11. De man die aan het einde van de wedstrijd een heel belangrijke 146 finish gooide tegen Nathan Aspinall in die kwartfinale. Mist deze net. Van den Berg, nee, ja, dit gaat niet. Nee, hij had ook een stapje moeten doen deze keer naar links om er overheen te komen. Nou. In deze leg maken ze allebei wel wat foutjes. Verhebben blaast in zijn handen. Van den Berg zal toch niet blijven missen in die hoek? Nee. Gooit hem wel... tegen het ijzer aan. Maar goed, hij telt. Dat is Van den Berg die met één break in de vierde leg 4-1 voor staat. En dan begint weer de Dimitri Show. Geen betoog dat dat een stuk beter zal moeten. Ja, ja, laten we eerlijk zijn. Ook Dimitri van den Berg mist nog wel de nodige dubbels. Maar ja. Het wordt niet afgestraft bij hem. Hij heeft zelfs één dubbel meer gemist dan Vergerwe in totaal. Maar ik denk zelfs twee. Oh ja, je hebt gelijk. Hij heeft er 8 gemist en Vergerwe 6. Tja, het blijft toch een probleem. Rekenen maar bij mij, hè. 7 min 1 en 12 min 4. Ja, ja. Ja, de human calculator is jouw bijnaam, maar is het ook zo dat jij, als ik jou bijvoorbeeld zeg, wat is de uitkomst van 737 nee. maal 823, nee, zo nee, werkt nee, het dan nee, weer nee, niet? Nee, dat werkt niet. Het werkt alleen tot 180. Verder werkt het echt voor een centimeter. Alles wat daarna zit, pak ik ook gewoon de rekenmachine erbij, hoor.
Iemand die dat wel heel goed kan, ja, is trouwens Kirk Bevins. Die staat nu op het podium, hè? Ja, die kan het wel echt fantastisch goed. 39, I've moved 108. Triple 16 voor Tops. 68. Niet gegooid. Het is ook een bijzonder matige leg van der Berg deze. Ja, die had zoals een beurt van 8. Daarna 39 en daarna 41. Dat schiet niet op. Er is geen enkele druk voor Gerben. Dat is de tweede poging op Tops is wel raak. Door die vorige leek is Van den Berg zomaar in één keer onder de 90 gemiddeld gezakt. Dat kan nog zo vroeg in de wedstrijd. Nou, in deze wedstrijd is het wel opvallend dat de leks die Van den Berg begint beduidend beter wordt gespeeld dan de leks die Van Gerwen begint. Daar zit ook wel echt, in het geval van Van den Berg, gewoon 25 punten verschil in. Dit is een lekkere in de leg van Van den Berg. Gooit Van Gerwen zijn derde 180. Nu doet hij dat niet voor de eerste keer in de leg van Van den Berg. Nee, hij heeft dat telkens gedaan. Nee, dat ook weer niet. Nee? Oh ja, dat één keer is eigenlijk. 121 voor Van den Berg. En dat is om zijn eigen leg te houden in 12 darts. De triple zit erin. De 11 ook. Hoe zit het met de bolzaai? Die gaat ernaast. En dan kan Van Gerwen in breaks nu gelijk komen. Ja, hij kan Van Gerwen een 10 dart gooien. En dat is precies wat hij doet. Van den Berg staat even naar zijn flesje water. Ja, maar, ja, daar kun je weinig aan doen hè, als iemand een 10 dart gooit. Ik bedoel, Van den Berg stond ook gewoon een goede leg te gooien. Ja, hij had een 12 uit moeten zijn. Hè. Het was zijn leg. Maar mist die ene pijl op de bolzaai. Dat kan gebeuren inderdaad. 57. Maar dan is het weer de leg van Gerwen. En dan is die eerste beurt weer niet best. Dit is beter. Hij heeft nog wel zijn afzwaaier van Gerwen. Ja, daar vindt Van Gerwen wel wat van. Alleen houdt hij het voorlopig nog even intern. Voor het weet moet je de boetepot van de DRA sponsoren. 96. Maar stel dat je het zegt zonder geluid te maken, zit er dan een liplezer mee te kijken? Of is het zo erg ook weer niet? Nee, zo erg is het ook weer niet. Van den Berg kan er niet te veel druk op zetten. En Van Gerwen gaat bijna een 160 uit. Maar ja, 152 is wel een finish. Ja, ook hij de twee keer triple 20. Hij mag naar dubbel 16 en ook hij gooit hem niet. Dan geven ze allebei even een waarschuwing af. Gerb is helemaal terug. Ook hij pakt nu drie legs op rij. Met een fabuleuze 10-darter voor de break.
434. Het is nogal een verschilletje in gemiddelde deze sessie. In het voordeel van Vergerwe. Ja, Van den Berg heeft natuurlijk nog geen leg gewonnen. En die eerste leg van deze sessie stond natuurlijk nog 256. Dat doet je gemiddelde echt geen goed als je daar nog na 5 beurten staat. Want dan gooi je natuurlijk een gemiddelde van 50 ongeveer in die leg. Doet hij goed, Van den Berg, rekent fantastisch. Beter dan de spotter in ieder geval. ...167 nu. In zijn eigen leg, met Vergerwe weer er voorbij. Hè? Komt echt in de problemen, Van den Berg. Tenzij hij natuurlijk dit soort finishes gaat gooien. Dat doet hij niet. Vergerwe met de breakkans. Triple 17. Iets te gretig naar die eerste triple 20 toe. Van den Berg zoekt de rust. Ja. De innerlijke rust. Die is 1-7 op dubbel 16. Ook hij moet naar dubbel 9, zoals Vergerwe dat ook al een keer moest. Wist jij ook, hè? Hè? Ik herinner het me, ja. Hij gooit hem alleen wel. Dat is toch een belangrijke. En dit is een goed begin voor Van den Berg. Het is zijn derde 180. Zijn 25e dit toernooi. Wat dat betreft staan ze exact gelijk. En hij gaat nog even door. Hij gaat nog even door. Hij kwam vrij snel terug naar 4-4. Maar daarna is het dan toch weer Van den Berg met twee legs op rij. Zo gaat het voorlopig in bosjes, lijkt het. Althans, deze is nog niet binnen natuurlijk. Er moet een triple 18 en een dubbel 16 voor gegooid worden. Of een dubbel 4 zometeen. Ja, dubbel 4 is natuurlijk een hele nieuwe uitdaging in deze wedstrijd. Dit is wel een goede marker. Nog eentje erbij. En dan gooit hij met de laatste pijl. Vergerwe wint de sessie, maar het had nog veel mooier kunnen zijn. Het staat nu 6-4 voor deze man, Dimitri Van den Berg. Tot stand gekomen. We gaan weer terug naar de wedstrijd, terug naar Jacques en Frank. Ja, 17 legs moeten er gewonnen worden. We hebben echt nog wel even te gaan. En de titanenstrijd kan zeker nog losbarsten. Ja, wat het nog een beetje mist, is een beetje vuurwerk. Nou, het kan altijd komen natuurlijk. Omdat
Van der Berg zo onderkoeld is, heb je het idee dat Van Gerwen dat ook een beetje is. Moeilijk om al die energie in zo'n wedstrijd in je eentje te leggen. Inmiddels heeft Gerwen wel 5 keer 180 gegooid. Dat zijn er 2 meer dan Van den Berg. En dan heeft hij ook het initiatief in deze leg. Dit is een kunstje dat tot nu toe alleen door Dirk van Duivenbode gedaan is. 170 uitgooien. Dubbel 14 zit daar, dubbel 7 zit daar. Maar daar gaat Van Gerwen toch wel een eind onder. Van den Berg gooide deze wedstrijd een keer 116 uit. Wat kan hij met 111? Nee, geen triple 20. Dus Van Gerwen weer naar dubbel 7 toe. Ja, als je hem niet moet gooien, dan gooi je hem. En als je hem wel moet gooien, dan gooi je hem niet. Ja. Van den Berg gaat voor 20 dubbel 18, denk ik. Dat is zijn switch. En eerlijk is eerlijk, die zie je hem niet vaak missen, maar hier mist hij hem wel. Nou, dubbel 2 dan maar om in breaks gelijk te komen. Vraag even niet hoe. Maar het is gedaan. Ja, Van Gerwen is misschien niet zo goed als die kan zijn. Dat kunnen we zeker wel zeggen. Maar Van den Berg laat veel meer kansen liggen in deze wedstrijd dan dat hij in alle voorgaande wedstrijden bij elkaar heeft gedaan, zo'n beetje. Ja, zijn finishpercentage over het hele toernooi, inclusief deze wedstrijd, is 48%. Deze wedstrijd is het 27%. Ja, hij zat dicht tegen de 60 aan, volgens mij, voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, dat klopt, want hij begon met een evenaring van een eerste ronde record tegen Callum Ritz, 71%. Tweede wedstrijd was hij ook 61% nog, tegen Robbie John Rodriguez. De derde wedstrijd tegen Wright was ook nog steeds in orde. Nou, 54,4% zat hij op. Voor deze wedstrijd. Gaat iets geen 101, geen 180. 334 zagen we heel even in beeld staan. Dan zult u denken, wat een raar getal om dat in beeld te zetten, 334. Maar dat betekent dat het record aller tijden op de World Matchplay is gebroken. Het stond op 333. En we hebben nog een finale te gaan morgen. Dus dat gaat dit jaar echt een stuk scherper gezet worden. We hebben nog 2/3 te gaan van een halve finale. Ook nog. Tenminste, in theorie 2/3. '68 voor Van Gerwen. Een bel voor Tops. Die wel. En weer is het gelijk. Van den Berg 3 legs voorgestaan met 4-1. 2 legs voorgestaan met 6-4. En telkens komt Van Gerwen terug. Er zijn bij de PDC 7 majors die meetellen voor de wereldranglijst. Dat zijn er dus best veel. Gerwin Price is de 5e speler geworden in de geschiedenis die in alle 7 van die toernooien in de finale heeft gestaan of staat. Dat is een zeer klein en illuster rijtje dus waar hij bij is gekomen. Alleen Michael van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson en Peter Wright staan in dat lijstje. Het is een club van 5 inmiddels. Het
Ja, omdat hij zo vaak de Grand Slam wint, 3 keer inmiddels, is het aantal majors dat hij gewonnen heeft tot nu toe beperkt gebleven tot 3 vooralsnog. Nee, ik denk dat hij 2K ook een keer gewonnen heeft. Ja, WK. En 3 keer Grand Slam, zeg je net. Ja, en dus een keer de World Grand Prix. Ik heb het over verschillende toernooien. 3 verschillende majors die hij gewonnen heeft. Je hebt gelijk. Ja, al met al zijn het toch wel 5 major titels natuurlijk. Ja. En met de kans natuurlijk op nummer 6 nu morgen. Van den Berg in 14 legs, 14 darts naar 7-6. Voorlopig heeft Van den Berg in deze wedstrijd nog geen moment op achterstand gestaan. Blijft een trippeltje voorlopen. Nog helemaal niet tevreden. Met 85. Maar hij heeft het initiatief weer terug naar die lage score van de Dreammaker. En dan zet hij ten enke weg op tops. Ja, ik heb het gevoel dat Van den Berg in iedere leg was een hele lage score heeft. Tops voor 7-7. Deze keer laat hij Van den Berg niet naar een voorsprong van 2 legs lopen na die gelijke stand. Maar hij sluit meteen weer bij. Ja, de vorige sessie won Van Gerwen met 3-2. Had nog beter gekund, maar oké, het werd 3-2. Deze sessie gaat hij ook weer winnen. Maar ja, je zegt het eerder al even, hij heeft nog niet op voorsprong gestaan. Maar komt dus wel dichterbij en dichterbij. Natuurlijk moest Van Gerwen even de leiding nemen in het 180ersklassement. 6-5 nu. Maar Van den Berg. 460. Kreeg de kans om 124 uit te gooien. En krijgt nu de kans om 8 weg te poetsen. En dat doet hij ook. En dan hebben we 15 legs gespeeld. De laatste 4 gingen allemaal met de darts mee. Het is 8-7 voor de Belg. Een paar hele vieze finishes en dat hij een beetje kan breken. Vieze finishes, daar hopen we op. Laten we gauw teruggaan naar de volgende 5 legs. Een paar lekker vette 180ers. Die naar dat soort vieze finishes leiden. Van den Berg blijft wel een beetje in de buurt. 140.
In principe geeft Gerwen hem geen kans in deze leg. Een 9 paard op 44. Dan heb je ook rust om het af te maken. 75. Mike Lirigoire 44. En weer komt Van Gerwen op gelijke hoogte. En ik kan me vergissen, maar ik heb toch het idee, Frank, dat Dimitri van den Berg wat meer transpireert vanavond dan hij dat nu in die andere wedstrijden gedaan heeft. Nou ja, hij is degene die zo heel goed altijd met die omstandigheden hier kon omgaan. Maar we hoorden natuurlijk ook van Bart Nolles dat het lang zo warm niet meer was in die Emperor's Ballroom als dat het was aan het begin van het toernooi. Dan zegt het misschien nog wel meer dat hij zo aan zweet is. Hij glimt toch een beetje en ik zie hem al een paar keer zijn voorhoofd afvegen. Het loopt ook gewoon echt niet zo goed op dit moment. Nou ja, het gemiddelde is 98, hij scoort 109. Alleen die dubbels, hè, dat... Derde sessie. Lex, 11 tot 15. De sessie die we net gehad hebben. Van den Berg een hoger gemiddelde. Maar ja, Van Gerwen wint hem met 3-2. Dus maakt het voor hem niet zo heel veel uit. Nu waren het wel allemaal Lex die met de darts meegingen. Dus weinig gewiste dubbels. We zitten in een yo-yo-leg nu. Dat wordt interessant. Ja, dat is jojo. Houdt nu op. Van Gerwen pakt gewoon het initiatief. En gaat richting de voorsprong. ...64 heeft hij nodig om die voorsprong ook daadwerkelijk te pakken. We gaan weer naar Tops. En Tops is hij na deze misser 50% op. Van den Berg is 12% op dubbel 16. Daar gaat hij nu naartoe. Dus toch niet de eerste voorsprong voor Van Gerwen. Die in zijn eigen legs veel beter finish dan in de legs van den Berg. Dan had hij zojuist weer de kans. Zijn eigen legs 6-12 en die van den Berg. Die van den Berg is die 2-11. Dus daar ligt ook nog wel een verbeterpunt. 53. Weer redelijk wat rust in zijn eigen leg van Gerwen. Dat patroon zie je de laatste paar legs toch wel vaker overkomen. Dat kan er ook weer op duiden dat Van Gerwen dichter en dichter bij nog een break komt. 18. Het is nog niet gedaan. Oei.
Michael toch. Een slordige pel, zeg. Eén pijl gaat hij krijgen van de Berg. 36. Dubbel 18. Michael, voor de derde keer deze wedstrijd gemist. Nou, daar redt hij zich nog aardig van Gerwen op de dubbel 1. Gekkenhuis. Gerwen is langzaam maar zeker alle dubbels aan het afvinken in deze wedstrijd. De bingo kaart, Michael, is bijna vol. Ik wil nog even een keertje naar dubbel 12 en dan 6 en dubbel 3. Ja, wat zegt het dat hij naar zoveel verschillende dubbels moet gaan? Nou ja, dat hij ze in ieder geval niet makkelijk raakt. Want anders hoef je niet naar verschillende dubbels toe. Ja, ik denk toch echt dat de break er wel aan zit te komen. Binnen afzienbare tijd. Die break in het voordeel van Vergerber. Je bedoelt niet de pauze. Het zal misschien niet in deze leg gebeuren, want Van Gerwen laat geen finish over. Daar waar Van den Berg nog 134 heeft staan. Ja, op de een of andere manier vliegt die laatste er toch nog in met een beetje mazzel. Nou ja, weer doet hij dat stapje opzij, weer doet hij dat goed. Hij vergroot het raakvlak van die eerste twee pijlen. Kijk, als je ietsje naar de zijkant gaat staan, dan wordt het raakvlak ietsje groter. En zo hebben we inmiddels al 8 legs lang geen break meer gezien. Ontevreden over die laatste pijl. Dat houdt niet over. Ja, we verwachten de break van Gerwen, maar het wordt er eentje voor Dimitri van den Berg, die met 11-9 leidt na 4 sessies. Ja, we beginnen zo langzamerhand in de buurt van de beslissende fase van de wedstrijd te komen. Nog 6 legs te winnen door Van den Berg. Nog 8 door Van Gerwen. En Van den Berg kan natuurlijk in deze leg weer een stapje dichterbij komen. Ja.
Als Van den Berg hier zijn eigen leg houdt, dan moet Van Rijwijk wel gaan oppassen natuurlijk dat hij niet gebroken gaat worden nog een keertje. Maar zoals de beide mannen aan tafel ook al zeggen, ze spelen allebei niet zoals ze eerder dit toernooi gedaan hebben. Het lijkt er wel een beetje op alsof ze elkaar geen pijn durven doen. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, het natuurlijk gewoon een beste wedstrijd is hoor. Van den Berg 11 darter, 12 darter, 2 keer 13, keertje 14, 4 keer 15. Dus dat zijn echt wel goede legs. 9 legs van de 11 die hij wint zijn gewoon in 5 beurten. Wrijft nog even over zijn hand van Gerwen. Van Gerwen, maar 4 legs van 15 darts of minder. Daar legt hij het wel een klein beetje af tegen Van den Berg. Van Gerwen doet het gros van zijn legs in 6 beurten. Namelijk 5 van de 9. Van Gerwen laat tops over. Van den Berg moet dus 114 uitgooien. En wat een klasse finish is dit van de Dreammaker. Ja, en nu moet Van Gerwen dus echt oppassen. Want dit wordt echt gevaarlijk. Na zo'n finish, op het moment dat je tegenstander op een dubbel staat, dan is dat aangekomen bij je tegenstander en krijg jij vaak vleugels. Kijk, het initiatief is weg. Het zou wel een verhaal zijn, hè? Dimitri van den Berg, 3 matchplays spelen, gewoon 3 keer in de finale staan. Kom daar maar eens om. Weet je hoe knap dat is? Zover is het nog niet. Ja, Van Gerwen deed het ook een keer, 3 matchplay finales op rij spelen. 14, 15 en 16. Waarvan hij de laatste 2 won. Dat is wel even geleden toch, hè? De laatste World matchplay finale. Dat is toch ook wel weer tekenend, hè? Het is best wel lang geleden dat dit Van Gerwen zijn toernooi was. Ik ben toch geneigd te denken dat het korter geleden moet zijn geweest, maar dat is echt niet zo. Phil Taylor heeft minder lang geleden in de finale gestaan van de World Matchplay dan Van Gerwen. Van Gerwen staat weer na 12 pijlen op een dubbel. 130. I'll give it 140. De dubbels. En nu kan het gat echt groot worden. Van Gerwen mag terugkomen. Nu zit hij er een heel stuk onder. Moet hij weer naar dubbel 5. Die eerder 2 keer miste. De teen hoor. Michael Houdini. Ja, daar heeft hij echt alle fortuin aan zijn kant. Ja, goed. Hij heeft ook wel wat weggegeven links en rechts. Soms mag je dan ook wel wat terugverwachten. Maar de legs waarin hij het meeste heeft gemist, die heeft hij over het algemeen nog wel gewonnen. Ja, 30% is niet geweldig. Oh. 35% van Van den Berg is iets beter. Oh.
Nee, het zit er twee keer heel dichtbij. Maar geen triples voor Van den Berg. Nou, Vergerbe kon het veel beter gaan wegzetten, maar doet dat niet echt. Van den Berg laat knap alweer tops over. Ja, en dan zou zoiets als dit zo welkom zijn. Iets met twee keer triple 20 en dubbel 12, maar die tweede ketst dan net de verkeerde kant op. Vier uit zes op tops is Van den Berg. Dat is nu echt zijn dubbel geworden deze wedstrijd, nu dan even niet. Maar dubbel 10 valt bij de eerste poging. En zo is Van den Berg weer een stapje dichterbij. Ook in het hoofd van Van den Berg zal zitten dat hij in onderlinge duels heel ver achter staat op Ferreiro. Misschien dat dat nog wel mee gaat spelen richting het einde van de partij. Dat moet blijken. Dat Van den Berg toch een beetje zenuwachtig gaat worden, bedoel je? Dat zou me niet verbazen. Ja, wat doe je eraan? Hè? Ik bedoel, eerste twee pijlen op het ijzerdraad. De derde gooit hier tegenaan en die gaat er gewoon doorheen. Ja. Soms gebeurt dat. Hij mag het nog een keer gaan proberen. De deur wordt opengezet door Van den Berg. En nog een stukje verder. Dat was weer even geleden. Voor Van Gerwen. Leg 16 moeten we daar terug. Inmiddels heeft hij er 8 gegooid. Bijna 9. Dan gaat hij het zo dadelijk proberen in breaks gelijk te brengen. Vanaf 101. Triple 19. Nee. Van den Berg 121.
21. Die heeft al drie finishes van 100 of meer staan. Triple 17. Nee, het is allebei vrij ruim, maar ook weer naast. 87. Vier legs geleden had hij die 114 finish met Van Gerwen op tops. Nu Van Gerwen op dubbel 16, dubbel 8. En in breaks weer gelijk. 26 leg, Michael to throw first. Game. Nee, Van den Berg. Weinig trippels op dit moment. Kansen voor Van Gerwen om erop en erover te gaan. 980. Ja, toch al een paar keer dat Van Gerwen dit heeft moeten doen, hè? Zo'n achterstand goed maken. Tot nu toe is het hem steeds gelukt. Vaak is het toch wel dat bij een voorsprong Van den Berg stilvalt gewoon. Ook nu weer. Eigenlijk valt hij gewoon helemaal stil. 58. En iedere keer is dat als hij een paar legs voorsprong heeft. 27. Want het is nog steeds zo dat Van Gerwen echt geen wonderleg staat te spelen hier. Het is ook nog steeds zo dat Van Gerwen nog nimmer voorbij Van den Berg gekomen is. De druk op Van den Berg wordt opgevoerd. Het antwoord is adequaat. Weer één triple eroverheen. Hij probeert nu echt nadrukkelijk door te drukken. 93. En gaan we hem goed wegzetten. Gaan we hem heel goed wegzetten. Van den Berg weer in gevaar. En weer op 114. Net zoals in leg 21 toen hij er 12-9 van maakte. En weer doet hij het. Ja, dit is wel heel knap natuurlijk. Ondanks het feit dat Van den Berg zeker niet geweldig staat te gooien, kun je hem één ding niet ontzeggen. Hij heeft wel de hele wedstrijd de controle. Ja, iedere keer als je denkt van nu gaat het naar Van Gerwen doorslaan,
dan is het toch Van den Berg die er weer bij is. En één ding kun je dan ook van Gerben niet ontzeggen. Hij komt er telkens toch weer bij. Geen finish voor Van den Berg. Dus gaat Vergerwe het wegzetten. Nu gaat hij wel naar de finish toe. 83. Maar daar komt hij nooit meer aan toe. Want daar heb je Vergerwe weer. Ja, en zo blijft het ongelooflijk dicht bij elkaar zitten. Gooit Van den Berg ook nog maar eens een keertje naar 180. Ook voor hem was het best lang geleden. Ja, degelijk geleden voor hem. Nu gooit er eens een zevende. Ja, en dan ben je natuurlijk na twee van dat soort beurten meteen al heel ver weg. Maar moet het nog wel even goed worden weggezet. 58. Dat lukt een stuk minder. En ineens is hij weer langzij, hè, Van Gerwen. Vier keer 19 is bullseye. Triple nodig dus. Niet gevonden. Zelfde soort kans voor Van Gerwen. Hij heeft een triple nodig. Die heeft hij. Dan naar de 14 en dan naar dubbel 11. 124. Hij heeft nog steeds niet die Tom Plus finish gevonden. Op voorsprong komen, dat wil maar niet lukken. Krijgt hij nog een kans van de Dreammaker? Ja, die krijgt hij. Die krijgt hij. Moet toch een keer gebeuren, zou je zeggen. En het gebeurt dan. Het gebeurt. Het duurt 29 legs, maar dan staat hij eindelijk een keertje voor. En dan moet hij nog wel even doorpakken. 81. Triple nog met de laatste, dat geeft de burger toch nog wat moed. Als hij deze leg houdt, staat hij op matchpoint. 83. Toch knap hoe Van Gerwen dan bij een 13-10 achterstand daarna 5 van de 6 legs wint. Hij oogt dan toch iets energieker dan Van den Berg, voor mijn gevoel. Maar dit ziet er ook wel weer goed uit. De achtste van de Belg. Deze man staat op 9. Zo. Van den Berg had de druk kunnen opvoeren, deed het niet. Van Gerwen laat een dubbel over. 93. Michael 24. Dubbel 6. Nou, die heeft hij dan nu ook af kunnen vinken. En het is Van Gerwen dan toch op matchpoint.
Zo dichtbij zijn eerste World Matchplay finale in 6 jaar tijd. Ja, koud van het strand. Misschien is dat wel de voorbereiding. Hij is toch warm van het strand, toch? Ja. Maar niet warm gedart. Van den Berg moet een kunstje doen nu. Die moet 2 legs op rij winnen. Eerst mag hij zelf beginnen. Ja, Van Gerwe lijkt niet van zins mee te spelen daarin. Maar waar kantelt dan deze wedstrijd? Ja, toch voor mijn gevoel op het moment dat Van den Berg gewoon minder gaat spelen. Die heeft een paar van die momenten ertussen door dat hij... Kijk, hij gooit nog 1-15 darter. Maar dan moet hij wel 114 vooruit gooien in die 27e leg. Verder is er na leg 22 geen 15 darter meer geweest van Van den Berg. Dit is dan wel weer op de nipper misschien de redding voor de Belg. Van Gerwe voor de wedstrijd naar tops. En wat scheelt het? 104 in zijn eigen leg. Gaat niet uit. Er komen nog 3 matches door. Dubbel 10. Zit erin. Michael van Gerwe gaat naar de finale van de World Matchplay. Die hij gaat gooien tegen Gerwin Price. Stond 13-10 achter. En wint dan 7 van de laatste 8 legs en krijgt het terechte applaus van Dimitri van den Berg. Wat zit jij te knuffelen, Vincent? Wat zie jij? Ik ben wel eens benieuwd, wat zeggen ze nou tegen elkaar? Ja, daar kunnen we niks van. Maar als ze iets closer erop zitten, zouden we nog een heel klein beetje kunnen liplezen.